Welkom bij het COVID-19-journaal. We staan hier op het terrein van BOG, waar zojuist de eerste vaccins zijn aangekomen en opgeslagen in natuurlijk de ijskast. Vandaag mocht minister Amar Ramadien de eerste vaccins in ontvangst nemen en we hebben het volgende verslag voor u. We appreciate this handover and this donation, and it is a very positive signal from your Prime Minister to the people of Suriname. Yeah. And I think in good partnership we will we also have a letter for this is for the Prime Minister of Barbados. No, it's for the Minister of Foreign Affairs In Barbados. Yes, in Barbados. All right, great. I will make sure they get it this afternoon. Yes. All right, folks, thank you very much. Thank you very much. And who can I hand this over to? Let's hope it's a start. Vandaag voel ik me hoopvol gestemd. Om eerlijk te zijn, we hebben eerder van vaccins gehoord. En we hoorden via media dat ons CARICOM-land Barbados vaccins ontvangen heeft van India. En gelukkig heeft de regering van Barbados een donatie ter beschikking voor de zuster CARICOM-landen. En dat moeten we met open armen ontvangen. En dat hebben we heden gedaan. En daarom is het heel erg, het stemt ons heel erg goed om ook wat vaccins te zien en die te kunnen opslaan op eigen bodem. Het gaat om 1000 doses AstraZeneca vaccin dat gefabriceerd is in India door Serum Institute India en waarmee Serum Institute India samen met het Zweeds bedrijf AstraZeneca een samenwerking heeft. Dus het gaat om 1000 doses en de zo bekende AstraZeneca vaccin. Ik voel heel hoopvol. Eindelijk een stap dichterbij en een beetje een stukje verlossing. Wanneer de hele bevolking gevaccineerd is, dan kunnen we weer normaal ons leven leiden. En tot dat moment moet dus iedereen even afwachten op de vaccins en zich laten vaccineren. Wij zijn niet aangekomen voor Pfizer omdat internationaal gezien onze cijfers niet zo erg zijn vergeleken met andere landen die wel in aanmerking zijn gekomen voor Pfizer. Qua aantal cases per dag, qua sterfte en qua druk op de zorgcapaciteit.
Dus daarom zijn wij voor dit ronde niet in aanmerking gekomen voor de COVAX Pfizer vaccin. Maar in een later stadium zou dat wel beschikbaar kunnen zijn voor ons. En Moderna is nu pas eigenlijk op de markt, dus we kijken uit naar de ontwikkelingen. Wat betreft Johnson & Johnson vaccin, als ook een heleboel andere vaccins, zodra ze beschikbaar worden en op de markt tevoorschijn komen, dan kunnen wij daarvoor ook opteren. Maar het zijn allemaal opties waarvoor we openstaan. Iemand die dus ziek is en op dat moment dus een actieve infectie heeft met COVID, zou in principe geen vaccin nodig hebben. Maar in een later tijdstip zou die wel gevaccineerd moeten worden, omdat de weerstand is gebleken dat na een tijdje afdaalt of afneemt. Dus die mensen zou je wel in een later stadium willen vaccineren. Okay, maar op dat moment niet. Ik ben heel blij als minister, maar ook als persoon, als burger van Suriname, dat wij met de gesten van Barbados vandaag een traject kunnen inzetten en beginnen zekerheden te geven aan een Surinamer dat het traject van bescherming van het COVID-vaccin traject kan ingezet worden. We hebben 13 maart 2020 het eerste geval van COVID in Suriname gehad. En ik ben blij dat wij binnen een jaar, nog niet eens een jaar, al ons gelukkig mogen prijzen dat wij het traject van bescherming kunnen inzetten. Het is voor ons een hele onverwachte gebeurtenis op dit moment. We hadden het iets later verwacht vanuit onze agreements die we hebben met COVAX en andere landen en andere organisaties. Maar dit is een teken van goed partnerschap binnen het Caribisch gebied, waarbij Barbados hun donatie heeft verdeeld over de regio. En er zijn pakweg 11 landen, denk ik, die op dit moment ook hebben kunnen mee profiteren van de gesten van India en Barbados. En Suriname heeft vandaag 1000 doses van COVID Shield. Het is van het merk AstraZeneca uit India ook ontvangen. Wij hebben de donatie met open armen ontvangen. Vanaf het moment gistermiddag dat wij hoorden en informatie kregen dat de donatie gepland is voor vandaag, alles in het werk gesteld om 1. Het vliegtuig op een veilige manier binnen te krijgen. De overhandiging op een goede manier te laten plaatsvinden. We gaan nu zo op het punt om ons vaccin te transporteren onder de gekoelde faciliteiten. BGVS is daarvoor verantwoordelijk. Uiteraard zal dat onder politiebewaking geschieden. Het is heel kostbaar. Het is heel kostbaar spul voor ons allen. En het wordt naar de locatie vervoerd ter opslag onder de gestelde eisen die de manufacturer, de producent heeft gesteld. En daar zijn we dus in dit proces. Maar ik mag dus hiermee de samenleving feliciteren. Alvast met de eerste stap die is gezet. Als partner van Caribisch gebied, CARICOM, hebben we dus vandaag gemerkt dat we ook de vruchten plukken van het succes van anderen. En uiteraard is dit een signaal van goed partnerschap. En nemen wij dit mee, omdat wij ook in onze goede tijden dit moeten uiten ook naar onze partners in de regio. Dus dit zijn 1000 doses. Het is nog niet wat het wezen moet. Het is, sommige mensen zeggen zelf het is te weinig. Maar wij zien dit als een hele belangrijke gift, omdat wij hiermee 500 personen alvast, met name de frontliners, kunnen vaccineren. We wachten op de goedkeuring van de WHO. Het moment dat de goedkeuring er is, zal ik er alles aan doen met mijn team om de vaccins beginnen uit te rollen en de personen beginnen in te enten tegen COVID-19. De verwachting is dat maandag aanstaande de WHO een oordeel velt over AstraZeneca. Wij zullen dat we kijken heel benieuwd naar dat moment. En ik kan u zeggen, ik zal nu al mijn team inzetten. Als het maandag is, dat we misschien dinsdag al of woensdag ook uit kunnen beginnen met het inenten. We zijn ons bewust ervan dat hoe sneller we kunnen beschermen, hoe beter het is. En intussen wachten we op nog meer ladingen die verwacht zijn en die in planning zijn. En uiteraard zal ook daar bekendheid aan gegeven worden. De vaccins zijn al gearriveerd. Het moment dat het uitgerold wordt, de samenleving kijkt uit. En ik weet dat het een grote belangstelling is van de samenleving om die zekerheid te hebben, het vertrouwen te hebben, dat het goed spul is, dat het goede middelen zijn, dat het een goed doel beoogt. En we hebben keer op keer gezegd, de minister zal zich
aandienen als eerste om het vaccin te nemen. Ik denk dat het vaccin hier is achter me. En ik ervoor zal zorgen dat ook deze wens van de samenleving, maar ook voor mezelf, ben ik blij dat ik hiermee mezelf ook een kleine protection geef, begin te geven, zodat ik mijn werk als minister van Volksgezondheid om uw gezondheid te beschermen, te helpen beschermen, op een beschermde wijze kan doen. Dit was het dan weer voor het COVID-19-journaal. U heeft van de minister gehoord, hij zal een van de eerste zijn die het vaccin toegediend zal krijgen. En natuurlijk om de gemeenschap te beschermen en om als beschermende minister het heel land te beschermen. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering. Goedenavond.